they must wish they would an eclipse maybe after 2 weeks, maybe. Zoals de weersvooruitzichten nu zijn, gaan we iets zien. En dat is heel belangrijk. Vergeet niet, iedere eclipse is uniek. Het is een kort moment en je hebt op dat moment veel geluk nodig. Dat we vandaag dat geluk gaan hebben, dat is een beetje vroeg om dat te weten. De kans dat het nog volledig bewolkt gaat zijn tegen dan, we zitten in Afrika, die blijft. Maar gelijk het er nu eruit ziet, is er een goede hoop dat het zo gebroken blijft. Die minuten dat het donker wordt, vergeet dan even dat je het niet ziet, maar geniet van alles wat je ziet. Daarna kunnen we treuren. Maar op het moment moeten we genieten. Degene die de eerste keer een eclipse zien, is dat natuurlijk een schrale troost. Voor degenen die er al een aantal gezien hebben, die kunnen ermee leven. Want deze keer gaat het een korte eclipse zijn. Het is een hybride eclipse. Het enige is dat ze over afvat over de aarde deze keer een stuk ringvormig zal zijn en dan totaal wordt. Nadeel is dat ze kort is, maar het grote pluspunt is dat je heel veel kans maakt op heel intense Bayley's beads, het parelsnoer. Met een beetje geluk kunnen we het volledig rondom rond de zon zien op een zeker moment. De zon is op het moment heel actief. Ik heb daar mijn verrekijker opgesteld. Er zijn een aantal grote zonnevlekken te zien. Een aantal grote, één linksboven, onderaan was de groep. Wees voorzichtig, het is een korte eclipse. Als u tijdens de totaliteit met een verrekijker wil kijken, gewacht even tot dat totaal is, kijk onmiddellijk en vanaf het eerste moment dat je maar terug de rest ziet, ga je weg. Het kan zijn dat je wat verblind wordt door de diamantring. Dat is geen erg, maar zorg niet dat je rechtstreeks zonnelicht gaat binnenkrijgen door je kijken. Even in de zon kijken kan geen kwaad. En gaat dat stabiel genoeg zijn, denk je? Zo, we weten het eerste contact. Hè? Het is al laten frezen. En dan eigenlijk dat soort dingen dat je er kan tussen klemmen. En daar de folie tussen geklemd en dan twee afdekplaatjes erop. Ja, yeah, now it's. You see the sun? I yeah. See. Oké. London's bridge is falling down, falling down, falling down. London's bridge is falling down. But it's not going to be exactly very, very dark here. Yeah. Maybe, we never know, we never know. It also depends on the cloud. Ah, beautiful! But don't touch, don't touch. Yes. It is starting? Yes, it started. At 5 o'clock at the bottom, a very small dent. But in the beginning you don't feel anything, you just see it with good eyes or binoculars or something. And that dent will always shift until... How long? More than 1 hour. And then just when you look in the sun... First put on the glasses and then look at the sun. Never look in the sun directly. I look through this or through the camera? When this is open, this is, doesn't work, so you look here. Okay. Can we take one picture? Yes, okay, no problem. Zolang als je de foto maar neemt met de vlag op de achtergrond. De vlag moet er goed op staan. I won't take the flag. Yeah, yeah, I'm sure. I'm timing somebody. This must be on television, hè? I'm timing somebody to be there and I take him on TV. Je moet zelf ook kijken, hè? Zonder het toestel aan te raken dan toch, hè? Dus, en zonder met mijn toestel in de zon te kijken. We're very excited about what has been happening in Uganda. Really, we know from earlier times the problems, and now we see the new country emerging. We are having a new country, and things have changed. It's, yes. It's not the old Ugandan system where we still have a few challenges. Zijn jullie ontfilmen nu of neem je een timelapse? Ik laat hem gewoon doorlopen. Ik weet niet wie het is. Looks good. It's now coming. En hij filmt terug. Dus ik ben terug vertrokken voor een schermdaal. Alleen tijdens de eclipse zal het gespannen worden, want dan moet ik dus die folie eraf doen en er daarna ook nog terug op doen. Dus dat terug op doen vrees ik het ergste voor. Op een uur moet het helemaal rond zijn. Hè? Ik vind het makkelijker om te bedienen zo. Van Urania. Ja. Skypen op het ogenblik is niet mogelijk, want wij staan hier wat verder. Die hebben dorp, de grootste stad hier in Noord-Oeganda. Maar ja, qua stad is dat eigenlijk niks. Die verrekijker moet een keer gereviseerd worden. Is dat een Uganda eclipse classes? Die boom zal toch niet in de weg staan? Hè? Dus misschien moet ik nog opschuiven, dat zou spijtig zijn. Nee, een boom, ik kan dat niet schatten. Dan moeten we eigenlijk een kunstwerk bij hebben. Daar hebben we nog niks over gehoord trouwens. Dus op die manier worden er twee zaken tegelijkertijd gefilmd. Hè? En mijn camera en jou. Dat is geen enkel probleem. Ik werk perfect met mijn schermbeweging. En hij staat nu terug bovenaan. En als hij onderaan staat, dan verzet ik hem terug. Het is geen super grote vergroting. Het geeft nog niks, hè? Het
het is te weinig. Ja, Ariët heeft met heel veel moeite ronde gaatjes in dat papier gemaakt. En die zien we er allemaal op reeksie, sikkeltjes. Ik zal gewoon komen met een omslag. Je kunt zelf allemaal de rug op. There are different times to measure. Is it the linear distance or the surface? The light goes down with the surface. The time is linear. Kunt u nu eens kijken? Kom even langs deze kant. Dus niet tegen het statief stoten. Dat is mijn verrekijker. Kan je het zien? Ah, ja, ja. Ja, ja. Dat is, ja, zover zijn we al. Waarom moet je daar kijken zonder bril? Kom even langs deze kant. Wat is dit? Een dikke bril. Is dat television? Of radio? Radio? No, this one MTV television. If you hold your camera here, I think it should work. Then put it on macro focus and not on automatic focus. Put the flash off and you try to zoom in that you only have the screen and not the surroundings. En al mooie dingen gefilmd. Santa Claus. Oh, die is hier ook. Wat hebben we nu voor gereedschap? Ik hoop dat ik in één donker geadapteerd oog heb, omdat de totaliteit zo kort is. En Mark, gaan we het zien, de eclipse? Ik ben er altijd optimistisch. Ze bieden dus de filter eraf rukken. Ze zijn niet gerust precies, hè? Nee, maar dat komt niet aan. Dat kan het rap verkeerd gaan, hè? 5-6 minuten nog voor totaliteit. Het is niet eens. Strange atmosphere. So you could have read about it. It's over here. 5 minuten voor totaliteit. The moon shadow will be coming in now, very, very fast. It's like a black wall. It's about like 2000 kilometers an hour. It's gonna be beautiful. Something you've never seen before. Even now, it's nothing. As long as you can see the sun through the glasses, it's too early. You see them, ah, it's very slow. Yeah! Oh. The sun is it down? The sun is down now and the moon is climbing up. We were able to see all around the sun the white, the very white ring. You saw? Yeah, that's exceptional. So that's really good. That's the shape now. That's the other way around. In 1 hour, the sun will be clear again. It was so short. Very short, just 18 seconds. Oh yeah, someone timed it. Too short. But very special. Heel corona welkom. Ik had het gevoel dat de ring warmer was. Ja. Hoe donker is het nu? Ja. Ik heb nog mensen gefilmd in het donker, hè? Ik heb niets gezien. Ademen die aan. Kort. Maar kort, hè? Godverdomme. Don't you have glasses? Yes. Volgens mij begint er een wolk in de weg te staan. Kijk, ik heb geen heldere streepje meer. I don't see anything. I think there's a problem. Very, very pale. And no, it's not a tree yet. A thin cloud. Now I understand what's business class. But I expected something like that. School. Ik ben ermee gestopt, want de zon was niet meer helder. Dus er kwam iets in de weg. Is it still visible? Oh, you can see it very well. Newspaper tomorrow. Yo! Yes! Wow! Wow! No, go to the village. All together! 1, 2, 3, yeah! Come on! Yeah! Eclipse team! Yay!